Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Laat ik maar direct met de deur in huis vallen. Zoals je al aan de titel hebt kunnen lezen, zal dit mijn laatste AliExpress video zijn. Ja, ik heb er dubbel gevoelens over. Aan de ene kant voelt het goed. En aan de andere kant, ja, ik vond het wel altijd leuk om dingetjes op AliExpress te bestellen. Ik had het al op Instagram aangekondigd, maar ja. De afgelopen tijd kreeg ik ook heel vaak reacties van, weet je wel wat de effecten zijn als je op Ali bestelt? Het is niet goed voor het milieu. Er waren heel veel redenen. En ik ben me daar meer op gaan verdiepen. En ik ben op andere vlak dus ook meer gaan verdiepen. Maar dit is een klein deel ervan. En toen dacht ik, ja, waarom bestel ik op AliExpress? Ik vind het aantrekkelijk dat het heel erg goedkoop is. Het zijn allemaal leuke habit dingetjes. Maar 9 van de 10 keer gebruik ik die dingen niet meer. Dan koop ik ze, laat ik ze zien in een video. En dan gebruik ik het heel eventjes. Of dan vergeet ik überhaupt dat ik het heb besteld. En dan denk ik, ja, wat moet ik er nu mee? Dus ik ga niet meer kopen om het te kopen. En vaak hebben YouTubers ook het excuus van, joh, ik koop het wel voor een video. En vervolgens doen ze er niks mee. En ik wil niet zo'n YouTuber zijn. Dus ik dacht, ik ga nog 1 video maken. Want ik had vorig jaar, in 2019, nog een bestelling geplaatst. En nu zijn, als het goed is, alle dingen binnengekomen. Dus dit zal mijn afscheid zijn van AliExpress. Ik heb hier een tas vol met verrassingspakketjes. Want ik heb letterlijk geen idee meer wat ik heb besteld. Ik ga de pakketjes openmaken. En dan ga ik de advertentie erbij pakken. En dan ga ik vergelijken of het product daadwerkelijk hetzelfde overkomt als op de afbeelding. Het komt vaker voor als je iets op AliExpress bestelt. Of een andere Aziatische webshop. Dat je iets anders binnenkrijgt dan dat je eigenlijk had verwacht. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. Ik heb zo'n vermoeden wat dit is. Ja, een tas. Ik was helemaal vergeten dat ik een groene had besteld. Ik dacht een zwarte. Oké, ja. We hebben hier een kleine fanny pack als het goed is. Dat was het idee ervan. Tot mijn verbazing ziet hij er nog best wel prima uit. We hebben hier een hengsel. Oh, je moet hem zelf nog vastmaken. We hebben hier het tasje. Ik vind de groene kleur eigenlijk niet eens zo verkeerd. En de positie prima. Ik had eigenlijk gehoopt dat ik de zwarte had besteld. Op beeld vind ik groen niet eens zo lelijk. Ik denk dat ik gewoon minder snel voor een groene tas zou gaan. Omdat dat minder neutraal is. Maar qua eerste indruk vind ik het niet eens zo verkeerd. We pakken de advertentie er even bij. Hij komt redelijk overeen. Alleen de chain is op de advertentie iets groter. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Oeh, jij. Oké, hier ben ik oprecht heel erg excited over. Ik vind het heel satisfying. Als ik matchende pennen heb. Of dat al mijn pennen in 1 kleur zijn. En als je al mijn AliExpress video's hebt gezien. Dan weet je dat ik bijna elke keer nieuwe pennen daar bestel. Want die pennen daar vind ik heel erg fijn. Ik dacht ik neem een 10-pack van deze witte gel inkt pens van 0,5 mm. Ik ben heel erg benieuwd hoe de pen er zelf uitziet. Heel netjes met zo'n plasticje erop, zo'n beschermlaagje. Ik heb hier wel aardig wat geld voor betaald, inclusief verzending €7,63. Maar dan heb je wel 10 pennen. Oeh, we hebben hier een voorraad aan stickers. Achteraf gezien had ik dit niet nodig. Ik vind wel dat het leuk verpakt is. De verpakking van ja, het hoesje is bedrukt met iets of zo. Maar stickers dus. Ik heb stickers met corgis. Ik hou ontzettend veel van corgis. En later als ik zeg maar samen ga wonen en een ruim huis heb, wil ik heel graag een corgi. En dan hebben we Pusheen. Ook een figuurtje waar ik heel erg blij van word. Met stickers kan er eigenlijk niet veel mis mee zijn. Ik denk dat dit ook echt wel overeenkomt met de advertentie. Oh, wat is dit? Oké. Dit is een onderzetter. Dit kan je eigenlijk voor verschillende dingen gebruiken. Gewoon als een accessoire. Maar op de advertentie stond dat je je sieraden erop kan plaatsen. Nou, ik vind het niet eens zo verkeerd. Het idee is dat het een soort van steen is met ja, een gouden rand. Het moet heel luxe overkomen. Op zich
als ik het zo vast heb, voelt het heel goedkoop. Maar het straalt zeg maar niet per se heel goedkoop uit. Ja, en dat komt echt overeen met de advertentie. Je ziet er niet gek uit. Ook heel veel goede beoordelingen. Dus dit is een topproduct. Ik heb hier in totaal inclusief verzending €2,72 voor betaald. Blijf zeker tot het einde kijken, want ik ga afsluiten met iets epics waar ik heel excited over ben. Want ik weet al wat erin zit. Het staat er ook op. Wat hebben we hier? Nog meer stickers. Ik ben niet meer echt zo van het bullet journaling. Ik ben er niet zo veel mee bezig op dit moment. Misschien ga ik dat nog wel oppakken in de toekomst. Maar ik zag wel heel veel leuke decoratiedingen. Daar is Ali wel echt goed voor craft dingetjes. Dit zijn transparante, geen stickers, maar wel vormpjes die je kan gebruiken voor een journal. Ik zal er wel even eentje uithalen. We hebben hier bijvoorbeeld sterretjes. Het thema is trouwens space. Wel hele leuke plaatjes. En hier ben ik wel heel erg blij mee. Dan heb ik bij dezelfde verkoper ook nog andere plaatjes gekocht. Dit zijn van die teksten die je dan bij een scrapbook kan plakken, bij foto's of bij je bullet journal. Dit zijn echt van die plaatjes die je pagina net iets kunnen opleuken. Nou ja, daar ben ik zeer tevreden mee. Dan heb ik iets wat super random is, maar wel heel erg mooi. Dit is een boekje met wel ja, oprecht leuke inhoud. Je kan deze afbeeldingen ook gebruiken als je een scrapbook bijhoudt. Of je kan het gewoon lekker zo laten. Ik vond de uitstraling van de cover heel erg mooi. Vaak als ik flatlays maak, dus ja, platte foto's, productfoto's, vind ik het altijd heel erg leuk om iets van een tijdschrift bij te doen. Ik vind dit heel erg stijlvol, lekker clean. Ja, dit komt wel goed van pas. Het komt niet vaak voor, maar ik denk oprecht dat de items die ik nu in deze video heb laten zien, dat ik die daar ook echt ga gebruiken. Dit was nu niet kopen om het te kopen. Oh, 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 ja. Yeah. Ik heb een Starbucks hoesje voor mijn AirPods. En ik vind het heel leuk verpakt zo. Best wel clean. Ik heb altijd een hoesje om mijn AirPods. En ik vond deze wel heel erg leuk. Want het past heel erg bij mij. En deze komt oprecht overeen met de advertentie. Alleen helaas is hij niet meer verkrijgbaar. Ik kon hem zeg maar niet meer vinden. Misschien is hij nog wel bij een andere verkoper beschikbaar. Maar die, maar waar ik hem had gekocht, daar bestaat hij niet meer. Oh, dit is toch een partijtje schattig. Wel heel erg groot. Maar hey, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dan heb ik iets wat ik eigenlijk helemaal niet nodig had. Maar ja, dit was echt een impuls aankoop. Daar gaan we mee stoppen. En mijn kaartje. Oh, een thank you card. Oké, dat vind ik echt heel cute dat ze dat doen. We hebben hier een notitieblok. En jullie weten dat ik een verslaving heb aan notitieboekjes. En ik moet ermee stoppen. Ik heb nu met mezelf afgesproken dat ik alleen notitieboekjes ga aanschaffen. Die ik ook daadwerkelijk ga gebruiken. En niet zeg maar het ga kopen omdat ik alleen de kaft leuk vind. Hij was €2,04. Hij komt wel overeen met de advertentie. Dus niks mis mee eigenlijk. Dit is een facial cleaning instrument. En ik kreeg op Instagram een aantal DM's binnen met suggesties voor ja, AliExpress producten. Dat had ik echt al maanden geleden gevraagd. Een aantal van jullie was hier benieuwd naar. Oh, hij is groot. Want ik weet dat er een bekend merk is. Faro, ik weet het niet exact. Mijn huisgenoot heeft er toevallig één daarvan. Maar dat is dus een heel bekend merk en ook redelijk prijzig. Dus ik was benieuwd of dit überhaupt fijn is. Het is de eerste keer dat ik zoiets in mijn handen heb. Hij voelt chill. Hij ziet er prima uit. Er zit ook een oplader bij. Oh. Oh, hij doet het al. Hij doet het al. Hij trilt. Ik vraag me af wat dit voor effect dan heeft op je huid. Ik ga het proberen of dit überhaupt wat is. Eerste indruk, zoals je kan zien, ben ik verbaasd en enthousiast en ik vind het grappig. En dat hij het al gelijk al doet, dat is dan al fijn.
anders heb je een stuk ding. Hij was €7,83. Qua prijs valt het wel mee als je het vergelijkt met een originele van een merk. Of hij zijn werk doet is ook maar de vraag. Ik ga even kijken of er reviews zijn. Oh, supergoed product. Na een aantal weken is mijn acne een stuk minder geworden. Dat is fijn. Last but not least. Het grootste pakketje van deze video. Het is een make-up spiegel. En deze heb ik ook besteld op aanvraag van jullie. Ik heb eigenlijk helemaal geen make-up spiegel nodig. Maar het leuke aan deze spiegel is dat er een ledlampje in zit. En dat is heel erg handig als je make-up wilt doen. Dus we gaan even kijken hoe dit allemaal werkt. Oké, dit zijn de onderdelen. Hi. Je ziet de camera. Hoi. Je kan ervoor kiezen om er batterijen in te doen. Of je kan hem aan het stroom zetten. Hij zit aan het stopcontact. De grote test of je het doet. Oeh. Oh, warm licht. En koel licht. Ik ben zo ontzettend verbaasd. En het leuke is dat het niet zeg maar per se een overduidelijke knop is. Het is een soort van touch. Dit is leuk. Oké, dit wordt officieel mijn make-up spiegel. Ik vind het vervelend als hij constant aan het stroom zou moeten zitten. Dus ik ga even batterijen erin doen. Om te kijken of hij het dan ook gewoon doet. Ready for the test. Oh, hij doet het ook gewoon. Oké, ik ben happy. Nou, dat was het dan. Mijn allerlaatste AliExpress video. Om eerlijk te zijn, ga ik het wel missen. Want ik vond het wel altijd leuk om ja, van die verrassingpakketjes binnen te krijgen. Van het lijkt alsof je een cadeautje krijgt van iemand anders. Omdat je niet meer weet wat je hebt besteld. Maar aan de andere kant wil ik ook mijn bijdrage aan het milieu doen. En het platform niet meer supporten. Er zitten goede dingen tussen. Er zitten vast en zeker goede verkopers tussen. Die niks slechts bedoelen. Maar er zitten ook verkopers tussen die mensen gewoon proberen op te lichten. En dat wil ik gewoon niet supporten. Laat vooral weten of jij deze video's gaat missen. Maar ik zie het gewoon als een mooie afronding van een hoofdstuk. Een beetje heel diepgaand. Maar ik ga gewoon in de toekomst andere video's maken. Shoplogs zullen er zeker zijn. Maar in kleine mate. Waar ik ook benieuwd naar ben, is jouw favoriete item uit deze video. Ik denk dat ik het meest enthousiast ben over de make-up lamp. Ja. Mocht je nog niet op mijn kanaal geabonneerd zijn, doe vooral dat duimpje omhoog. En hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei!